Ik richt me vandaag tot iedereen. Al die honderdduizenden passagiers die gaan reizen via Schiphol in de komende meivakantie. En die 50.000 Schipholers die dat allemaal maar moeten waarmaken. Het afgelopen weekend hebben we de paasdagen gehad. En dat was voor ons een soort van generale repetitie. Gaan we dat ook goed doen of niet? Nou, dat is helemaal goed verlopen. En daar zijn we echt wel blij mee. Echt blij dat het systeem, als het onder druk komt te staan, wat het natuurlijk heeft gestaan met de Pasen, dat het dan ook functioneert. En daarvoor een grote dankjewel aan al het personeel dat we hier hebben rondlopen. De komende weken wordt het nog wat drukker. We hebben bewust gekozen om stap voor stap al die nieuwe mensen die hier in het systeem komen werken de kans te geven om eraan te wennen. En dat het wat drukker wordt moet je een beetje vergelijken, als passagier in ieder geval, dat als je naar Zuid-Frankrijk rijdt en je doet dat in de zomer, dat er bepaalde dagen zijn, dan is het gewoon hartstikke druk. Nou, dat zal bij ons ook zo zijn, maar het is beheersdruk als het goed is. De medewerkers van Schiphol hebben er eigenlijk alles aan gedaan, zijn nog nooit zo goed voorbereid geweest om deze meivakantie en daarna natuurlijk de zomer aan te kunnen. Maar als passagier kun je er ook zelf wat aan doen. Je kunt bijvoorbeeld de website van Schiphol raadplegen om te zien hoe je makkelijk langs de security komt. En dan zou ik eigenlijk als laatste willen zeggen, je kunt nog wat extra's doen. Je kunt gewoon een goed humeur meenemen. En als je dat goed humeur ook een beetje laat merken aan onze medewerkers, dan zullen zij dat ook volledig teruggeven en andersom. Dus aan iedereen die hier komt de komende weken, veel succes, een goede reis. En aan onze eigen mensen, zet hem op. We hebben echt het volste vertrouwen dat het gewoon gaat lukken. Dankjewel.